Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft woensdag een gesprek gehad met de ontevreden manschappen van de brandweer. Wendel Oosterwolde, interim voorzitter van de bond, aangesloten bij de brandweer, zegt dat het een goed gesprek was. Nou, naar tevredenheid. We zijn content met wat we daar hebben afgesproken. Maar u begrijpt dat ik eerst naar de AFV moet gaan om de leden te informeren hoe of wat. Voordat ik in details kan treden. De communicatie is de bond en de voorzitter, sorry, en de minister was een beetje stroef. Waardoor de leden het niet zo leuk vonden dat wij dan steeds moesten aanhouden om de informatie te krijgen. Enkele leden van de brandweer zijn de afgelopen weken naar het kabinet van de vicepresident geweest om hun beklag te doen. Dat klopt, door het te lang wachten toch. Omdat we afspraken hadden met de minister, we kregen maar geen antwoord op de afspraken die we hadden. Dus als ik u dan goed begreep, het was een tevreden gesprek, dus dat wil zeggen, het gaat de brandweer tenminste aan de goede kant, of de bond van de brandweer zal het de goede kant opgaan, als ik u goed heb begrepen. En dat klopt, niet alleen de bond, maar het sociaal korps van de brandweer. In het bijzonder de leden. Op een algemene ledenvergadering zullen de brandweerlieden worden geïnformeerd over het gesprek met minister Amoksi.